Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video en welkom op mijn witte bank. Want ik heb de hoes laatst vervangen, dus hij is nu wit. En dat was eerst grijs. Maar dat is eventjes iets heel erg anders dan waar de video over gaat. Want Larissa en ik wilden graag jullie eindelijk even informeren over een projectje waar we al heel lang mee bezig zijn geweest afgelopen zomer. En dat is namelijk dat wij de Endless Weekend Shop hebben geopend. Ja, ik had het ook kort al eventjes laten weten in de weekvlog die we vorige week online hadden gezet. Dus daar kon je al een heel klein beetje zien en liet ik inderdaad weten dat er nog een aparte video komt van ons samen waarbij we jullie echt... er nog meer over vertellen, want we zijn er echt gewoon heel erg blij en trots op. En het is gewoon echt, ja, het is gewoon een groot deel van ons leven geworden. Het is best wel een big deal nu, vind ik. Dus in deze video gaan we jullie er alles over vertellen. En gaan we ook meteen laten zien hoe we bepaalde items die in die shop staan stylen. En nou, leuk. Nou, de shop hebben we met z'n tweetjes, maar we hebben 3 verschillende categorieën. En die hebben we een beetje onderling toegedeeld. Omdat we ieder toch wel een eigen passie hebben. Zo is interieur echt helemaal Larissa's ding. Ja, ik hou echt van interieur, maar ik heb gewoon gemerkt dat ik echt niet alles in mijn eigen huis kan plaatsen. Nee. Dus ik heb er gewoon voor gekozen om zelf items uit te kiezen en die in de webshop te zetten. En het is allemaal gewoon echt helemaal mijn stijl. Dus ja, hoe moet je het noemen? Een beetje boho. Het heeft materialen zoals rotan, riet, bamboe. Beetje baan. Bali vibes ook ja, wel. Ja, Bali vibes inderdaad. Dus als je iets hebt van, hey, dat is ook mijn stijl, dan zou ik zeker even een kijkje nemen of er wat leuks voor jou bij zit. En het is ook wel heel erg belangrijk om in gedachten te houden dat bijna alle items die je ziet staan is echt op is op. Als iets wees er snel bij. Ja, wees er snel bij, inderdaad. Ja, want Larissa heeft dus alle dingetjes met de hand uitgezocht. En volgens mij heb je vandaag, als het goed is... Ja. Nieuwe items ook in de webshop gezet. Dus als je nu gaat kijken, wees niet verrast dat er wat dingetjes op uitverkocht staan. Dat is gewoon best wel hard gegaan eigenlijk. Mm-hmm. Dus nogmaals, wees er snel bij. Ik vind het echt heel erg leuk om te zien allemaal. En wat wij ook wel heel erg leuk vinden is het op de foto zetten ervan. Want we houden van heel veel fotografie. En die interieurstyling, ja, daar zijn we ook heel druk mee bezig geweest de afgelopen tijd. Het volgende dat je kan vinden in onze webshop zijn hele mooie sieraden. Ja, we hebben allemaal kettingen in de shop staan. En die zijn allemaal zorgvuldig met de hand in elkaar gezet door mezelf. Ik heb een beetje het stokje overgenomen van mijn moeder. Of ik heb eigenlijk gewoon volledig het stokje overgenomen. Want zij maakte altijd sieraden. En nu doe ik het. En vroeger stond ik altijd model voor mijn moeder. En nu sta ik model voor mijn eigen sieraden. Dus dat vind ik wel echt heel erg cool. En heel erg leuk om te doen ook. Alle sieraden die zijn van echt sterling zilver. En super leuk nieuws is dat... Sinds vandaag is er ook een gold-plated lijn van de Stardust kettingen online gekomen. We zijn dus al geopend in de zomer en er was echt ontzettend veel vraag naar gouden sieraden. Want ik had eerst eigenlijk alleen maar zilver. Op dit moment is de shop voornamelijk gevuld met de zogeheten Stardust kettingen. En dat zijn kettingen die je sterrenbeeld weergeven zoals ze in de sterrenhemel staan. Dus het is niet zo'n symbooltje, maar het geeft wel weer welk sterrenbeeld je hebt. Larissa heeft dus de kreeft om. Mm-hmm. Ik heb de maagd om. Ik vond het wel een leuke, mysterieuze en ook een beetje minimalistische manier van laten weten wat je persoonlijkheid een beetje is. En ik ben natuurlijk ook wel heel erg geïnteresseerd in de zon, de maan en de sterren. Dus ik vond het al heel erg leuk om daarmee te beginnen. Nou, naast die kettingen heb ik ook nog een aantal andere toffe nieuwe kettingen geüpload in de shop. En sommige daarvan hebben ook andere lengtes, zodat je een beetje kan layeren. Dat vinden wij altijd wel heel erg leuk om te doen in outfits. En hoe we dat een beetje doen en welke combinaties we maken, dat laten we nu ook eventjes aan je zien. Kijk, een basic t-shirt is natuurlijk altijd een goed idee. En met gewoon één simpel kettingje erop maak je hem al iets minder basic. Dit is niet echt spannend of zo, maar ik wilde deze gewoon eventjes wat beter laten zien. Dit is namelijk de gold-plated variant van de Stardust ketting. Een heel mooi kettingje die eigenlijk gewoon op elke outfit past. Ik zal het je laten zien. Zo, dan heb ik nu even een Banty aangetrokken. En dat vind ik altijd wel een leuke, stoere look hebben. En dan ook nog wel, past het eigenlijk heel erg goed met deze kettingjes erbij. Want ze zijn dus heel erg minimalistisch. Dus het maakt niet uit of je het nou op een basic tee of op een Banty of op een trui of iets dergelijks draagt. Dat past overal gewoon bij. Ik heb een tweede laagje toegevoegd en dat is deze zonnetjesketting. Deze is nieuw in de shop en deze is dus wat langer. Dus die kan je heel goed met elkaar combineren. Dus zo ziet dat eruit. En deze met het zonnetje, die heeft ook allemaal van die hele mooie Swarovski steentjes erin zitten. Dus het schittert alle kanten op. En mocht je het leuk vinden, dan kan je ook nog een beetje aan mixing metals doen. Dus goud en zilver bij elkaar combineren. Ik weet dat sommige mensen er echt totaal niet van zijn. Ik vind het persoonlijk dus wel heel erg leuk. En wil je even op deze manier laten zien dat het dus echt kan. Dus ik heb hier weer die gouden leeuw om en weer die zonnetjesketting. Zo, dan heb ik nu 3 laagjes omgedaan. Namelijk de zon, de haaientand en de choker.
En die kunnen dus heel erg goed met elkaar. Dus zo ziet dat eruit. Ik vind het wel een heel erg leuke combinatie bij elkaar. Dit is ook precies dezelfde look die ik trouwens op alle foto's die we op de site hebben staan aan had. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar deze ketting die heeft allemaal van die kleine kubusjes. Dus die glinstert echt enorm. Deze heeft van die balletjes. Dus die geeft wat meer body aan de look. En dit is dus een wat fijner kettingje. Dus zo kan je een beetje zien hoe je ze met elkaar kunt combineren. Je kunt het uiteraard ook combineren met sieraden die je al in je kast hebt liggen. Want ja, zilver kan gewoon met zilver, maar dus ook met goud. Nou, wat misschien wel leuk is om te weten is dat onze Endless Weekend Shop echt door ons tweetjes is opgezet. We hebben heel veel eigenlijk zelf gewoon gedaan. Alle pakketjes die worden verstuurd en ingepakt doen we ook gewoon met z'n tweetjes. En wat ik ook graag nog eventjes wil laten weten is, als je dus een ketting bij Tara bestelt, dan komt die ook op een heel tof kaartje. En die heeft ze gewoon handgeschilderd. En dat ziet er gewoon echt heel erg leuk uit. Dat is echt gewoon een cadeautje wat je ontvangt. Dus dat moest gewoon eventjes benaderd worden, vind ik. Benadrukt worden. En als derde categorie van items die in de shop staan, de Batik Scrunchie. Ja, scrunchies die ken je misschien wel. Dat is een elastiek eigenlijk om in je haar te dragen. Maar het is de Batik Scrunchie. En Batik is een Indonesische stof. Tara draagt het op dit moment ook als overhemd. En het is, ja, zoals je misschien wel weet, onze achtergrond is Indonesië, dus het is iets wat echt bij ons dichtbij ligt. En de Indonesische stof, de batik stof, die heeft vaak gewoon hele mooie kleuren, ja. Toffe prints en zo erop. En ik heb gewoon besloten om daar scrunchies van te maken. Die maak ik helemaal zelf. En ja, ik moet zeggen dat ze wel echt een succes zijn. Ze gingen om maar even zo te zeggen. Hard. Ja, ik heb nu al 2 keer updates gedaan in de webshop. En beide keren is het binnen een dag uitverkocht geraakt. Ja, dus als je nu naar de shop gaat, dan staat erbij dat ze allemaal uitverkocht zijn. Ja. Er komt wel weer wat nieuws aan. Ja, er komt sowieso. Ik beloof dat er een nieuwe voorraad aan scrunchies aankomt. Ik weet nog niet wanneer die in de webshop komt. Maar je moet ons echt volgen via Instagram. Want op Instagram stories delen wij altijd wanneer er nieuwe updates zijn. Of andere nieuwsjes rondom onze webshop. En dat doen we echt het allereerst op stories. Dus wil je zeg maar allereerst weten wanneer er misschien nieuwe kettingen zijn. Nieuwe scrunchies, nieuwe interieur. Dan vind je dat op Instagram stories. Dus @LarissaVerbon. Volg ons daar absoluut zeker als je daar meer over wil weten. En wat jullie misschien ook wel leuk vinden is om te weten hoe je die scrunchie dan een beetje kan stylen. Want je kan natuurlijk gewoon een staart maken. Maar je kan er ook nog veel meer andere haarstijlen mee creëren. Dus hoe we dat doen, dat laten we je nu zien. Ik wilde jullie nog eventjes laten zien hoe ik eigenlijk vaak mijn scrunchies draag. Je kan ze trouwens ook gewoon om je arm dragen als je gewoon eventjes je haar los wil hebben naar beneden. Maar een van de manieren hoe ik mijn haar draag met een scrunchie is gewoon een hele simpele knot. En dat ziet er gewoon zo uit. Het is gewoon heel simpel zo in elkaar gezet. Dus hij is helemaal niet netjes of iets dergelijks. Hierachter zie je gewoon wat haar zitten. Maar ja, hij blijft wel echt super goed zitten. En je ziet natuurlijk de scrunchie ook nog hierboven. Mooi. Dus dit is gewoon een beetje echt zo'n simpele, elke dag thuis opruimachtige knot. Of ik draag mijn haar gewoon in een hele simpele staart zoals je hier ziet. Ik heb hem lekker wat hoger gedragen, want dat vind ik altijd leuk. En dan zie je hier de scrunchie ook weer heel goed zitten. En dat is ook gewoon super leuk en makkelijk. En op dit moment ben ik ook bezig met het maken van de baby of de mini scrunchie. En dat is deze. Die is echt een stukje kleiner als de gewone. Dit is de gewone scrunchie en dit is de baby of mini scrunchie. Ik ben er nog mee bezig, maar het lijkt me heel erg leuk om deze ook aan de shop toe te voegen. Omdat deze geschikt zijn voor mensen die net iets dunner haar hebben. Of wanneer je gewoon zo'n half staartje op wil doen, maar net iets minder scrunchie op je hoofd wil hebben. Dus ik zal je ook eventjes laten zien hoe dat eruit ziet met deze mini. Dus dit is het half staartje met de mini scrunchie. Ik heb gewoon net ook iets minder haar ook gepakt zoals je kan zien. En zo staat deze. Zoals jullie weten werken Larissa en ik best wel veel met webshops samen. Dus nu we er eentje zelf hebben, hebben we eigenlijk alleen nog maar meer waardering voor het werk wat er allemaal bij komt kijken. Mm-hmm. Het is namelijk echt meer werk dan we dachten. Wel heel erg leuk vinden we het. En wat we ook gewoon wel heel erg leuk vinden en ook wel waarderen bij andere bedrijven die ons wel eens benaderd hebben of dingen toegestuurd hebben, is een beetje die persoonlijke touch. Zodat je echt wel weer beseft dat het een mens is die iets naar je stuurt en niet een apparaat of zo. Ja. En dat er gewoon wel wat werk en tijd in is gestoken.
Larissa net al zei, is dat we alles helemaal met z'n tweetjes doen. En wij leveren dus ook een persoonlijk briefje erbij, wat jullie hopelijk kunnen waarderen. Nou ja, zoals we je dus net vertelden, zijn er dus op dit moment 3 verschillende categorieën in onze webshop. Maar onze gedachten blijven altijd maar doorgaan. En we hebben daarom dus nog meerdere projecten en ideeën lopen. Omdat we dus heel graag onze webshop nog meer willen uitbreiden met toffe dingen en toevoegingen en dat soort dingen. We zijn nog niet klaar, zeg maar. Nee, er komen nog wat nieuwe dingen aan. Maar zoals we net al zeiden, we zullen dat waarschijnlijk als allereerste op Instagram delen. Dat is gewoon de snelste manier. Dus nogmaals, volg ons daar. Nou, we hopen je voldoende te hebben geïnformeerd over onze nieuwe update. Onze Endless Weekend webshop. En leuke inspiratie te geven over hoe je bijvoorbeeld je scrunchies kan dragen. Of de kettingen. En vergeet zeker niet om even in de beschrijving te kijken. Daar staat een linkje die je naar onze webshop brengt. Neem even een kijkje. Bestel misschien het een en ander als je het leuk vindt. En laat ons eventjes weten in de comments wat je ervan vindt. Vergeet er natuurlijk niet om een duimpje omhoog achter te laten. En dan zien we heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.